Maar we beginnen met een kleine level playing field maken. Een beetje dat we iedereen om hetzelfde begrip hebben. Het auteursrecht geeft een tijdelijke monopolie op intellectuele creaties. Dus iemand die iets maakt, die krijgt voor die creatie een monopolie tot het verder verspreiden, het kopiëren of het openbaar maken van die creatie. Een hele simpele basisregel. En daarmee is het auteursrecht een eigendomsrecht. Is het? Een eigendomsrecht, ja. Net als een fiets. Auteursrecht kan je verkopen, je kan het verhuren, uitlenen. Maar net als een fiets, je kan het niet kopiëren. Daar heb je ook toestemming voor nodig. Dus je moet auteursrecht zien als een eigendom. En zo zien we het in de geschiedenis, zien we het tegenwoordig als eigendom, maar het is niet altijd zo geweest. En het auteursrecht is tijdelijk. Hè? Zoals we vieren vandaag Publiek Domeindag en we hebben een focus op 1949, omdat dat per 1 januari 70 jaar geleden was. En het auteursrecht, de duur van het auteursrecht over het algemeen is 70 jaar na de dood van de maker. Als we daar een tijdlijn op zetten, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dus nu is 2020. Alles tussen 1950 en 2020 dat gemaakt is in die periode, weten we eigenlijk zeker dat het auteursrechtelijk beschermd is. Dus alle literaire en artistieke werken. Alle werken die tussen ongeveer 1870 en 1950 zijn gemaakt, weten we het niet 100% zeker. Hoe meer we naar 1950 gaan, hoe meer we een hoge waarschijnlijkheid hebben dat het auteursrecht nog van toepassing is. Zitten we voor 1870, kunnen we er bijna wel van uitgaan dat werken uit die gemaakt zijn in die periode publiek domein zijn. Dus als we nu als we het verplaatsen naar de wereld van de archieven. Archieven kunnen dus sowieso hun gedigitaliseerd materiaal voor 1870 sowieso openbaar maken. Na 1950 gaan ze onderzoek doen en daartussenin wordt er waarschijnlijk onderzoek gedaan en worden er beleidskeuzes gemaakt of iets dan wel of niet online kan komen te staan. En die 70 jaar zijn niet, zijn eigenlijk best recentelijk, sinds 1995 pas. Daarvoor was het 50 jaar en vanaf 1914, voor 1940 was het 20 jaar. Voor 1817 bestond er zelfs geen Nederlandse auteurswet zoals wij die nu kennen. En hoe we daar zijn gekomen, dat heeft natuurlijk heel veel met politieke vraagstukken te maken, met de ontwikkeling van onze samenleving, met filosofische discussies, met oorlogen zelfs, et cetera, et cetera. Ik heb een paar van die kleine elementjes eruit geprikt. Het is natuurlijk maar een kleine selectie van hoe dat dan tot stand gekomen is. En ik ben ook geen historicus, dus misschien zeg ik dingen die net niet helemaal juist zijn. Wat interessant is dat een geschiedenis van wetten vaak niet makkelijk te onderzoeken zijn, omdat de wet op internet bijvoorbeeld, als je de auteurswet van 1817 pakt, die is niet te vinden meer. Die is bijvoorbeeld niet op Wikipedia bijvoorbeeld. Dat is een van mijn bronnen. We beginnen met 500 jaar geleden, 600 jaar geleden, waarin kopiëren letterlijk monnikenwerk was. Dus als je een boek had, dan werd het gekopieerd en er was iemand die dan het product letter per letter overschreef. Het was heel arbeidsintensief. En je zult gedurende de presentatie zien dat hoe minder arbeidsintensief het proces van kopiëren wordt, hoe hoger de bescherming wordt op het proces van kopiëren. Dus tot de 15e eeuw was het kopiëren letterlijk monnikenwerk. Maar rond 1440 ontstond de eerste drukpers, de Gutenbergpers, die een revolutie in kopiëren veroorzaakte, in ieder geval in Europa. Er bestonden al drukpersen over de wereld, maar op deze manier boeken kopiëren was vrij nieuw. Daardoor ontstonden al heel snel monopolies op het maken van boeken. En de eerste ontstond al ongeveer 40 jaar nadat de drukpers, de Gutenbergpers, gemaakt werd in Venetië. En Venetië is wel een belangrijke bron van heel veel van ons huidig intellectueel eigendom. Ook de oorsprong van patenten komen uit Venetië. Een klein eiland net buiten Venetië waar ze glas maakten. En daar ontstonden ook de eerste patenten op het maken van die procedure van glas. Dus Venetië, als je er ooit langs gaat, moet je ook denken van, oh, hier is ook
intellectueel eigendom eigenlijk ontstaan, als in onze geschiedenis van het Westen in Europa. En zo'n monopolie was dan tijdelijk, dan kreeg een drukker, die kreeg dan 5 of 6 jaar zo'n toestemming om een boek te drukken. En andere partijen mochten het boek dan niet drukken en dus niet uitgeven. Het was dus niet een monopolie voor de maker, maar het was een monopolie voor de uitgever. Dan de eerste auteurswet tussen quotejes was dan echt weer onweer zo'n 150, 200 jaar later. Wat mensen vaak als de eerste auteurswet zien is de Statute of Anne. Is ook weer een wet die specifiek was voor drukkers. Die dan ook weer een monopolie kregen op het mogen drukken van werken. Maar dit was al iets meer richting de auteur zoals we de auteur nu kennen. En in dezezelfde periode was natuurlijk een enorme discussie. Nou, wat ik al zei, deze wet en regels waren voornamelijk van toepassing op uitgevers. En ze golden alleen maar in die specifieke landen. Dus je had een stukje wet in Venetië, je had een stukje wet in Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk. En alle landen en staten die dan op dat moment bestonden. Maar die bestonden alleen maar voor dat land. En zo had je dus dat je dus iets kon kopiëren in een ander land zonder de toestemming voor nodig te hebben in het land van oorsprong. En toen ontstond de verlichting, waarin eigendom en de mens steeds meer in de voorgrond optrad in onze discussie hoe we onze samenleving moeten inrichten. En de consequentie daarvan was dat mensen de auteurs belangrijker werden en de drukkers minder de auteurs meer naar de voorgrond kwamen. Dus ontstonden echt auteurswetten. Dus niet een kopie van een kopijwet, maar een auteurswet. In Nederland ontstond die in 1814 voor het eerst. Daar kregen auteurs een uitsluitend recht. Dus je mocht anderen uitsluiten tot doen van bepaalde handelingen. Tot 20 jaar na hun dood. Tot en met 20 jaar na hun dood. Dus dat is iets korter dan nu. En het was, dus, het was om de erfgenamen te kunnen compenseren. Zodat ook de weduwe, want in het idee van de mannen van die tijd was het natuurlijk alleen maar mannen. Dat is natuurlijk niet het geval. De weduwe te kunnen blijven compenseren voor de werk van de man dan. Wat belachelijk is, hè? Dat vooropstellen. En daarvoor hadden we in Nederland een kopijrecht. Dat was een eeuwigdurig recht voor het kunnen drukken van werken. Wat ik al zei, dit waren nationale wetten. Dus die waren alleen maar in een bepaald land geldig. En in Nederland was dus die van 1814. En dan kwam je situaties terecht waarin het werk werd gestolen eigenlijk, volgens sommige auteurs. En dan krijg je quotes als deze. Dus ik ga twee belangrijke schrijvers van de 19e eeuw pakken. Deze Charles Dickens heeft deze quote gedaan: I'm the greatest loser alive by present law. Of ik ben de grootste verliezer van de huidige wet. Charles Dickens was heel erg boos omdat zijn boeken zonder toestemming werden gereproduceerd in de Verenigde Staten. En daar kreeg hij dus geen geld voor. Dus wat ging hij doen? Hij ging op reis, hij pakte de boot, hij ging naar de Verenigde Staten toe en heeft daar een tour gedaan. Waarin hij een groot betoog deed over het bescherming van de rechten van de maker uit het Verenigd Koninkrijk. En daar kreeg hij voor betaald om over dat te komen spreken, want hij was heel erg bekend. En dat is een balans die dan ontstaat. Hè? Als je je werk gratis weggeeft, word je misschien iets meer bekend en kan je misschien verdienen. Niet door je rechten te claimen, maar door te maken. En ook interessant is, doordat Charles Dickens geen auteursrecht had in de Verenigde Staten, kon zijn werk heel goedkoop worden gereproduceerd. Waardoor het niveau van lezen en schrijven enorm steeg in de Verenigde Staten. Waardoor zij een enorme sprong kunnen maken in hun onderwijs. Charles Dickens was hier heel erg boos over. En in de 19e eeuw was er een hele enorme discussie over hoe gaan we dat nou oplossen. Een groot voorvechter voor die oplossing was Victor Hugo.
die deze prachtige Franse tekst schreef, die ik niet ga voorlezen, want mijn Franse uitspraak, jullie zullen weglopen. Ik heb hier een vertaling voor, natuurlijk. Het is trouwens vertaald door mijn schoonmoeder, dus als het fout is, dan is het niet mijn fout. Hij zei, dit was een lezing die hij gaf aan het congres van literatuur, nationale literatuur in 1878. Waarin hij zei, laten we het auteursrecht vastleggen. En daar bedoelde hij ook internationaal mee, want dat was zijn, ook zijn strijd. Maar tegelijkertijd het publiek domein oprichten. En laten we verder gaan daarmee, laten we het publiek domein vergroten en verstevigen. En Victor Hugo is succesvol geweest in dit proces. Hij is in 1885 overleden. En in 1886 is de Berne Conventie getekend. En daarmee werd het auteursrecht tussen landen allemaal erkend. Dus het auteursrecht wordt een internationaal recht. Dus iedereen, als je iets in de Verenigd Koninkrijk maakt, werd het ook in de Verenigde Staten erkend. Maar in de eerste variant van de Berne Conventie was er geen gemeenschappelijke duur van dat recht. Dus er was niet een harmonisatie van de duur die ze 20 jaar in Nederland was er niet van toepassing. Dat veranderde in 1908 met een nieuwe versie van de Berne Conventie die in Berlijn getekend werd. Waar de duur minimaal 50 jaar na de dood van de maker werd. En Nederland tekende, ratificeerde in 1914 pas de Berne Conventie. En dat betekent dat wij van 20 jaar na de dood van de maker naar 50 jaar na de dood van de maker gingen in 1914. Wat slecht voor het publiek domein is. Als je de speech van Victor Hugo verder leest, dan zie je ook dat, ook al is hij een voorvechter geweest voor het harmoniseren en het versterken van het auteursrecht, dat hij ook zeker wist dat er een balans moest zijn tussen de rechten van de maker en de wensen en de eisen en de noodzaak die de samenleving heeft om dat werk te kunnen genieten. Eigen vertaling. Ik heb het vertaald vanuit het Engels. Dat is van het Frans naar het Engels vertaald en ik heb het weer verder vertaald. Dus er kunnen misschien een foutje zitten. Hij zegt, het boek, als in het fysieke boek, is van de auteur. Maar het idee van het boek komt de hele mensheid toe. En hier overdrijf ik niet, letterlijk wat hij zegt. Alle bewuste wezens hebben recht op dat idee. Dus als je een boek schrijft, dan ja, heeft de auteur recht op dat boek, het fysieke boek. En mag daar voor kopieën compensatie vragen of op zijn rechten staan, die uitsluitende rechten. Maar niet op het idee van het boek. Op een gegeven moment moet dat van iedereen zijn. En dan is graag vervolgd. Wanneer een van deze rechten opgeofferd moet worden, het recht van de auteur van het boek of de rechten van de mensen op het idee, dan moeten wij zeker de rechten van de auteur opofferen. Dus hij zegt, de auteur is eigenlijk in onze samenleving in die periode ondergeschikt dan aan de eisen van de samenleving. Het publieke goed is namelijk het eerste belang. Ik, en dan Victor Hugo natuurlijk, als auteur verklaar dat de rechten van de mens voor onze rechten, de rechten van auteurs, komen. En ik denk dat dit een heel belangrijk ding is, dat het een belangrijk perspectief is dat wij in onze gedachten moeten houden wanneer wij bezig zijn met deze problematiek. Omdat dit idee waarschijnlijk niet echt lang meer van toepassing is in onze samenleving. Het is niet meer de maker die recht toekomt, de sterke krachten zijn nu de uitgevers. Nou, er gebeurt dan een hele tijd niks dus over de duur van het auteursrecht tot ongeveer 1995, 1993. Een voorloper van de Europese Unie zegt, wij moeten de beschermingstermijn verder in Europa harmoniseren. De Berne Conventie zei, het moet 50 jaar na de dood van de maker zijn, maar ze zei dat is minimaal. Dus je had dan al verschillende landen die verschillende termijnen hadden. En de EEG zei, laten we dat harmoniseren op 70 jaar na de dood van de maker. Dus hij wordt langer. En ze argumenteren hierbij dat de Berne Conventie, dat de minimumbeschermingseis van die 50 jaar, een bescherming beoogt van de auteur en van zijn nakomelingen van de eerste en de tweede generatie.
dat door de verhoging van de gemiddelde levensduur in de gemeenschap, dus de Europese gemeenschap, deze mij niet langer volstaat om 2 generaties te beschermen. Ik vraag me dan af of dat dan wel in hetzelfde gedachtegoed was van Victor Hugo, die die beweging van de Berne Conventie heeft getrokken. En 2 generaties bescherming van eigendom komt eigenlijk in bijna geen enkel ander domein voor. Dat is, persoonlijk vind ik het echt belachelijk. Als we nu internationaal vooruitkijken, dan zien we dat we waarschijnlijk nog verdere verlengingen gaan krijgen in de toekomst. Ik denk dat 70 jaar niet het hoogste is wat we gaan krijgen. Bij alle vrijhandelsverdragen die wij zien, zien we dat er een harmonisatie ontstaat tot het hoogste wat mogelijk is. En die harmonisatie heeft recentelijk in Canada en Zuid-Korea al het duur van het auteursrecht van 50 jaar na de dood van de maker naar 70 jaar na de dood van de maker. En dat betekent dat, heel jammer gezien, die landen dus 20 jaar lang geen publiek domeindag kunnen vieren. Dus 20 jaar lang niet zo'n dag als vandaag kunnen vieren. De Verenigde Staten heeft dat ook recentelijk gehad en die konden tussen 1998 en 2018 geen publiek domeindag vieren, omdat het allemaal op slot is. Want opeens kan je niet meer gebruik maken van werken van anderen zonder toestemming te vragen, omdat die duur langer wordt. Dat is heel slecht voor onze samenleving, zou ik zeggen. Als je nou naar die excessen kijkt van die duur van het auteursrecht, laten we kijken naar de persoon die het langst geleefd heeft ooit, Jean-Louis Calment. Française, 1875 geboren en 1997 overleden. Als we dan weer die tijdlijn bijpakken en nu toepassen hierop, dan zien we dat even kijken, dus, zij is op 4 augustus 1997 overleden. In haar jeugd heeft ze geschilderd. Die schilderijen, dus die waarschijnlijk uit 1900 komen of misschien daarvoor zelfs nog, die zijn tot 2068 beschermd door het auteursrecht. Dit zijn niet 2 generaties na de dood van zichzelf. Want haar kleinzoon is al in 1963 overleden. Dus het zijn er achter kleinkinderen, als ze die heeft, die deze bescherming nog kunnen eisen op foto's, op reproducties van haar schilderijen uit haar jeugd. En dat is belachelijk. Dan gaan we laatste. Oh, ik zei 5 minuten, maar ik heb nog meer tijd, dus nog tijd voor vragen daarna. De Nederlandse auteursrecht gaat ook wijzigen weer. Er is een wetvoorstel geweest, er is een publieke consultatie geweest. Dus we verwachten binnen de komende maanden een wetswijziging in de Tweede Kamer. Die nieuwe richtlijn komt uit de Europese Unie, zoals heel veel van deze richtlijnen uit de Europese Unie komen. En die heet richtlijn 2019-790. In zaken auteursrechten en naburige rechten in het digitale eengemaakte markt en tot wijziging van richtlijnen, bla 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 bla. Heel droog, et cetera. Wat zij doen, zij breiden de rechten uit van de uitgevers en ze creëren rechten voor data-eigenaren door een specifieke rechten te maken voor tekst- en data mining. Dus we zien hier dat de uitgevers een behoorlijke positie hebben in het publieke discours, waarin in de 18e eeuw het de makers, de vervaardigers zelf waren die de publieke discours leiden. Uitgevers hebben nu een soort linktax, zoals het soms genoemd wordt, gekregen. Voor het kunnen teksten en data minen zijn er nu allerlei regels voor ontstaan. Die eigenlijk, doordat ze worden geframed als een beperking op het auteursrecht, maar zijn waarschijnlijk daardoor, door het beschrijven van die rechten, juist meer beperkend op het gebruik van data in de plaats van beperkend op het auteursrecht. Is wel goed nieuws ook. Er zijn kleine stappen voor onderwijs en erfgoed gemaakt in de richtlijn. Er is meer controle voor de collectieve beheersorganisaties zoals de Buma Stemra. Zij kunnen nu optreden zoals dat niet kon in die prentenbriefkaartzaak. Dat gaan zij waarschijnlijk in de toekomst wel kunnen. Zolang ze maar representatief genoeg zijn voor prentenbriefkaarten, kunnen zij daar dan licenties voor uitgeven. En dat betekent dat dus de erfgoedinstellingen het wel online kunnen zetten als zij bijvoorbeeld een Pictorite betalen. Zolang Pictorite maar zegt, wij zijn voldoende representatief.
Alsof we het publiek domein hebben, zien we nu ook voor het eerst in Europese wetgeving dat het publiek domein besproken wordt. Artikel 14 van die nieuwe richtlijn zegt, wanneer de beschermingstermijn van een werk van beeldende kunst is afgelopen, dat materiaal dat voortvloeit uit reproducties, dus digitaliseren, zijn deze niet onderworpen aan auteursrecht of naburige rechten. Dat betekent dat voor het eerst in de Nederlandse of in de Europese wetgeving staat wat dat het publiek domein ook in gedigitaliseerde vorm vastgelegd is. De Nederlandse wetgever heeft in het eerste voorstel voor de auteurs voor de verandering van de auteurswet aangegeven dat ze dit niet gaan omzetten, dus niet expliciet in de auteurswet gaan zetten, want ze vinden dat het eigenlijk al van toepassing is. De regels worden al zo, moeten al zo geïnterpreteerd worden. Dus het staat er in een soort negatieve vorm. De beschermingsduur is 70 jaar en er staat dus niet in, als het gedigitaliseerd is, dan blijft het publiek domein. Vind ik een gemiste kans van de Nederlandse wetgever, omdat je, weer terug gaan naar die discussie. Wat was nou belangrijker, het publiek domein of die tijdelijke monopolie? Dus ik wil graag afronden met nog een keer teruggaan naar deze quote en jullie vragen om ook na te denken zelf van wat vindt deze quote zich nog plaats in deze huidige samenleving? Zijn wij een samenleving van deze makers of zijn wij een samenleving van de uitgevers geworden? Neem vooral het laatste te harte. En daarom zijn we hier ook vandaag. Ga verder en vergroot het publiek domein. Dus vergroot het publiek domein ook te zeggen van dit is publiek domein. Door aan te geven in onze collecties, als erfgoedinstellingen. Dit mag iedereen gebruiken. Hier hebben wij gekeken. Hier zijn de rechten vrij. Wat Sebastian zei, en dan eindig ik mee, dan altijd een beetje met reclame eindigen. Ik ben ook de voorzitter van Open Nederland. Open Nederlands organisatie voor het voor mensen zoals wij eigenlijk. Lidmaatschap is altijd gratis, dus ga naar opennederland.nl, word lid en dan heb je een netwerk van mensen die met soortgelijke dingen bezig is. Bedankt.